Hey. Hoi. Zo, lekker. Ik ga voor deze. Ben je het beu om de hele tijd de kalkaanslag in de douche weg te halen? Wel, dan hebben we hier Julio Rossi van waterontharder.com. Vorige week liet hij ons zien hoe makkelijk het is om zo'n waterontharder te plaatsen. En deze week komen we nog veel meer te weten over zo'n waterontharder. Nu, Julio, inderdaad lastig. Kalkaanslag, de wastafel, in de douche. Jij biedt de oplossing. Ja, de Amfa 4000 waterontharder. Het is een klein apparaatje wat je zelf heel makkelijk bij de watermeter kunt installeren. En het gaat om de waterleiding heen. Het geeft een magnetisch veld af. En dat zorgt ervoor dat calcium- en magnesiummineralen niet meer met elkaar kunnen verbinden. En dat die kalkverbinding niet meer tot stand komt en dus gewoon opgelost blijft in het water, heb je geen last meer van kalkaanslag, bijvoorbeeld je tegels of kranen. Ja, want die kalkaanslag die komt er door het hardwater, zo noemt het toch, hè? Hardwater. Wanneer spreken we nu over hardwater? Nou ja, je spreekt over hard water als er heel veel calcium- en magnesiummineralen in het water zitten. Ja, hoe meer er van die mineralen in het water zitten, hoe harder het water is. En ja, in België en ook in Nederland heb je op heel veel plekken daar heel veel last van. Maar eigenlijk vooral op het moment dat je water opwarmt, daar heb je het meeste last van. Omdat dan het oplossend vermogen van kalk minder wordt. Waardoor die stoffen dus niet meer goed opgelost kunnen blijven in het water. En ja, dus voor allerlei negatieve effecten zorgen. Ja, je ziet het niet meteen, maar bijvoorbeeld een wasmachine of een cv-installatie heeft een verwarmingselement. Daar komt in de loop van de tijd kalkaanslag op. Ja. En daardoor gaat die apparatuur dus, dat is er één inderdaad. Ja, ja je ziet het, hier zit al heel veel kalk op. Ja. En dat bouwt zich in de loop van de jaren op. En ten eerste, je apparatuur gaat veel meer energie verbruiken omdat dat element zijn warmte niet goed kwijt kan. En ten tweede gaat je apparatuur tot wel de helft korter mee als gevolg van kalkaanslag. En dat kost veel energie en vervangingskosten. Ja. Is het zo dat mensen te lang wachten om zo'n waterontharder te plaatsen? Vanaf wanneer moeten we dat nu plaatsen of wanneer is het te laat? Eigenlijk wachten mensen daar te lang mee, simpelweg omdat mensen het niet weten. Hè? Op het moment dat je wasmachine stuk is of je leidingen raken verstopt als gevolg van kalk, ja, dan komt er een monteur langs en die wijst je eigenlijk op het probleem. Maar ja, dan is het al te laat. Dus het is beter eigenlijk om preventief al een waterontharder te installeren, zodat je je apparatuur gewoon beschermt. En daarnaast natuurlijk het vervelende poetswerk, wat je veel minder hebt natuurlijk.